Waarom lees ik? Het is wel geen gemakkelijke, hè? Ik lees om een fantasiewereld te beleven. Om uit de wereld te ontsnappen en in een andere wereld te vertoeven. Omdat ik dat graag doe en omdat ik in de boeken ben grootgebracht. Ik lees omdat ik op de hoogte wil blijven. Omdat ik het graag doe. Omdat ik het fijn vind. Ontspannend. Omdat ik ervan geniet. Ja, en als ik er niet van geniet, dan leg ik het opzij. Omdat het zinniger is dan andere dingen doen. We hebben geen tv in huis, dus dat maakt dat wij meer boeken hebben. En ja, wij delen die ervaringen van het lezen ook binnen het gezin. Ik lees omdat ik mijn hoofd bezig wil houden terwijl ik andere dingen op de wc aan het doen ben. Omdat ik het geschreven heb en het wel moet nalezen natuurlijk. Ik lees om mij te inspireren, ik lees om mijn kennis uit te breiden, ik lees om mij te ontspannen. Ja, ik lees dus ik ben. Gewoon om meer te weten te komen vooral. Omdat lezen mijn geest verruimt. Ik lees omdat als je leest, je denkt door middel van iemand anders zijn hersenen. De meeste schrijvers kunnen de dingen die ik niet goed kan vatten, kunnen die heel simpel goed uitleggen. En daar wordt een mens iets slimmer van en daarom lees ik. Je leest gedachten van een ander en in die zin is dat verruimend. Uit literatuur leer ik hoe je anders kunt denken over bepaalde situaties. Gewoon in het leven. Ik ben pas op vakantie geweest en dan neem ik heel weinig kleren mee, maar heel veel boeken, want dan heb ik heel veel tijd. Dus verslaafd aan letters. 'S morgens, middags, 's nachts, op het toilet, naast in mijn bed, iedere vrije ogenblik probeer ik te lezen. Er tijd voor maken, hè? Zoals voor alles. Hè? Maar ik heb daar wel tijd voor. Ik lees graag de boeken van Zuid-Amerikaanse schrijvers. Ja, ik weet niet waarom. Misschien spreekt dat werelddeel aan. En ik raak daar niet, dus lees ik de boeken dan. Dat is om op reis te gaan zonder op reis te gaan. Op zoek naar leestips? www.iedereenleest.be